de Sint-Christoffelkerk. En het plein in Elsnerop krijgen een andere bestemming. Woningcorporatie Goed Wonen, Gemerpakel en Laride Vastgoedontwikkeling Veldhoven gaan de kerk en omgeving verbouwen tot een woning. Wat is de reden om dit te gaan doen? Vroegen we aan Mari van Dijk van de commissie 1500 in Elsendorp. Uiteindelijk komt het vanuit de inwoners van het dorp Elsendorp, waar de cohesie, vind ik, heel erg groot is. Ik ben ook geen echte Elsendorpers, maar ik voel me eigenlijk wel een Elsendorper. En ja, er is vraag naar woningen. De woningnood is hoog. Uiteindelijk wonen er ook met respect oudere mensen en die willen dus ook wonen. En om een goede doorstroom te krijgen en ook de school te kunnen behouden, de leefbaarheid in het dorp te behouden, is gewoon heel erg belangrijk dat we kunnen gaan bouwen. En ook wellicht het centrum van Elsendorp over de kerk in een mooie vorm kunnen behouden. Maar aan die plannen is door Goed Wonen en Laride al een paar jaar gewerkt, zo vertelt Joris Swismans. Ja, dat klopt. Maar planontwikkeling duurt ook vaak een jaar of 4, 5. Dus we zijn 2 jaar terug begonnen op verzoek ook van het dorp Elsendorp. En op die manier zijn we gestart om te kijken, kunnen we de plek, de kerk die nu aan het leeglopen is, en er zit een plein, kunnen we het plein niet gebruiken voor woningbouw, waarin we ook de toekomst van Elsendorp een stukje kunnen veiligstellen. Maar wat voor woningen komen er dan? Dat is een goede vraag. Wij maken een combinatie van koop- en huurwoningen. 50% is onze indeling zoals we die nu voor ons hebben. En dat betekent ook dat we appartementen, eengezinswoningen en starterswoningen bouwen. Gaat er in Elsendorp dan niemand naar de kerk? Vroegen we aan de heer Mari van Dijk. Er zijn inderdaad mensen die minder naar de kerk gaan. En wat net ook al in de vergadering naar voren is gekomen, er zijn er nog maar enkele. En er wordt steeds minder. Dus dat is correct. Is het dan de bedoeling dat die uitvaarddiensten in de Domplaar worden gehouden? Ja, daar hebben we het inderdaad wel over. Dus daar als dorpsoverleg wordt dat ook al bekeken. Maar dat gaat dadelijk mee met de kerk en ook hoe het landelijk gedaan wordt. Want het is niet alleen Elsendorp waar minder kerkgangers zijn. Het is overal al zo. Dus misschien moeten we ergens wel een plekje reserveren waar dus mensen hun gedachten kunnen doen wat we, zoals wij vroeger daar ook moesten, dat hij dan op een andere manier gaat, ja. Maar wat gebeurt er dan met de pastorie? Dat weten we nog niet. De pastorie, daar zijn we nog in overleg met, in ieder geval met de gemeente en met de monumentencommissie. Want daar is een verzoek om de pastorie en de kerk om daar een gemeentelijk monument van te maken. En dat bepaalt onze koers of dat die weg kan, ja of nee. Maar we hebben ook gehoord dat het dorp graag ziet dat de pastorie mag verdwijnen.